Goedemorgen, we lopen op het strand. Het is 8 uur geweest, bijna 8:30. En het is heel erg mooi, de zon is net doorgekomen. Alleen, het is niet per se een heel schoon strand. Waarschijnlijk, ik heb een heel klein gokje, komt dat ook deels door de plastic soep hier in Azië. Maar ook gewoon omdat er heel veel honden lopen. En ja, het is niet heel erg mooi. Maar we lopen nu naar een stuk waar het wel wat schoner is. In het begin was het echt, ja, ik liep door het strand en ik zag zelf mieren in het strand lopen. Ik dacht, maar ja, we gaan even een stukje zoeken waar we misschien met de drone kunnen vliegen. Zal wel vet zijn. Hier allemaal bootjes. Ik heb echt een mega grote angst voor die drone. Ik heb hem al aangeschaft, maar ik laat Rich hiermee vliegen, want ik durf het gewoon niet. Hij is nu daar in de lucht en ik vind het doodeng. De beelden zijn echt prachtig. Maar nee, je ziet hem gewoon niet. Het lijkt net een kleine vlieg die in de lucht is. Niet te ver over het water. Want we gaan vandaag naar Nusa Penida en ik zal vandaag gewoon de hele ervaring naar Nusa Penida met jullie delen. We werden net opgehaald met een busje naar het strand en we hebben nu te horen gekregen dat we iets van 3 kwartier moeten wachten op de boot. En het is mega, maar dan ook mega druk en mega toeristisch. Ik had een keer een YouTube video gekeken waarin werd verteld dat het een soort van hidden gem was. Dus dat het nog niet bekend was. Nou, daarvan is op dit moment niks meer van waar. Want het is mega, ja, het is echt een van de meest toeristische trekpleisters op dit moment. Het wordt mega erg gepromoot hier. Dus we zullen zien of we de mooie hotspots kunnen spotten. Of mooie beelden kunnen maken. Maar dan weten jullie dat ook. Dat het heel erg druk kan zijn als je naar Nusa Penida wilt. Lekker mijn moedje. Mijn hele wenkbrauw is weg. Ik kan beter straks van mijn make-up afhalen. Avontuur 1 zit erop. Het was een avontuur om in de boot te komen. Want mijn hele outfit is nat. Het water kwam eigenlijk tot aan mijn onderbroek door de golven. Ik vind het niet leuk dat mijn make-up eraf is nu al. Ik sta het door mijn hoed, maar ja. Gelukkig heb ik mijn make-updoekjes mee. Een avontuur om in de boot te komen. Ik merk wel echt dat je als je naar zulke plaatjes en video's kijkt, dat mensen nooit deze momenten vastleggen. Alleen het moment zelf. Maar ik ga even het echte leven. Ik ben ook heel erg kritisch. Dus ik beoordeel dit allemaal ook best wel op een kritische wijze. Het is nog steeds wel leuk. Maar gewoon de punten die niet gedeeld worden op het internet, dat ga ik nu laten zien. Mocht je denken dat al die Instagram hotspots op Bali of Nusa Penida rustig zijn? Nee, dit is de realiteit. Maar ja, als je goed bent in photoshoppen kan je mensen eruit shoppen op je foto. Maar dan weten jullie het. Dit is de drukte waar je mee moet dealen. Oké, ik loop nu naar de welbekende Dingo Head. Als je denkt dat het hier ook rustig is. Kijk deze drukte. De laatste bestemming van onze Nusa Penida tour is hier op Crystal Bay en dit is een strand waar het nog best wel druk is. Ik ben wel heel erg blij van de palmbomen hier. Dit was dan onze dagtrip Nusa Penida. Het is 5 uur geweest volgens mij en we gaan nu weer met de snelboot naar Bali zelf. En dan gaan we weer terug naar het hotel. Het was een pittig dagje, heel veel in de auto gezeten, wat heel erg, hoe noem je dat in het Nederlands, bumpy, hobbelig. Het was heel erg hobbelig, moesten we echt goed vasthouden als het ware, want ik vloog elke keer alle kanten op.
Maar het was wel. Maar er was gelukkig wel airco in de auto. Ja, dat was natuurlijk heel erg chill. Hallo, het is op dit moment zondag en vandaag is het een chill dagje, want we zijn nog steeds helemaal gesloopt van gisteren. Dus we gaan gewoon even lekker bij het zwembad chillen. We zijn net ook in het water geweest, zoals je al aan de kaart kunt zien. Ik ben echt obsessed met de bloemen hier. Ik heb het altijd achter mijn oor. Ja, we gaan gewoon even lekker chillen. We zitten nu bij een tentje genaamd Sala in Saloer. Het ziet er echt heel cute uit. Ik heb echt een oog voor schattige tentjes. Het heeft echt een huiskamersfeer en de stoelen hier zijn zo ontzettend grappig. Ritje zit nu op een soort van schommelstoel. Ik ga het nu laten zien. Een plastic stoel. Dit is dan een soort van schommelstoel. Die gaat stuk. We hebben ons drinken ontvangen. Ik heb een strawberry juice en Rich heeft een vanille milkshake. En weet je wat ik heel erg grappig vind? Ze draaien hier rechtenvrije muziek. Dus muziek die je als YouTuber, als filmmaker gewoon ja, gratis kan gebruiken als je een abonnement op iets hebt. En ik hoorde net een liedje die ik zelf ook voor mijn video's gebruik. Dus dat vond ik heel erg grappig. Ik weet niet hoe die heet uit mijn hoofd, maar ik herken hem wel, dus dat vond ik leuk. Maar wow. Oeh. Maar bij smaak is amazing. We hebben ons eten. Ik heb mijn wrap. Het is een chicken wrap en je hebt een chicken sandwich. Het ziet er goed uit. Ja. Smakelijk. Slamat makan. Slamat makan. We hebben dus een aardbeving meegemaakt. We zijn nu bij Gunung Kawi en we moesten een leuk rokje aan. Ritchie heeft ook lekker een rokje aan. Kijk, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen dromen.